We komen dus nu bij Roos en moeder al vandaan. Hoe gaat het en met je vader? Vertel het eens even. Geen nieuws eigenlijk, die ligt in het ziekenhuis. Ja. Ik heb nu net deze 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Deze witte heb ik allemaal net in de grondverf gedaan met gesso. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer maandag 10 mei 2021. En het loopt nu richting 11:15. Ja, en ik ben al even aangekleed. Ik ga zo lekker de hondjes uitlaten. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is bijna 11:20, dus het loopt nu tegen 12:30 aan. Ik heb de hondjes al uitgelaten, want ik heb alle drie. Ik heb Lady, Lovely en Beauty, dus ik heb net even een hondje gedaan. Ze slapen vanavond bij Roderick, want ik heb morgen een oppashondje. En anders wordt het voor mij nu nog even te druk. Heb ik ook al gisteren met Ro over gehad. Dus ik heb morgen eerst Debbie rond een uurtje of 12:30. En morgen heb ik mijn lieve kleine Bobby vanaf een uurtje of 12:30 tot en met 16:30. Dus ik vermaak me wel met Bob. Ja hoor, lekker lopen. En, ik ga even deze steentjes nog eventjes markeren, et cetera. En ik ga even het ziekenhuis in Leiden bellen. Want mijn schoonvader is al overgeplaatst naar Leiden. En ik had al contact gehad met Roderick. En Roderick die had gezegd van ja, maar er mag maar 2 personen. Nee, het is 1 persoon. Net zoals hier. Ja. Dus ik moet even kijken op welke verpleegafdeling hij zit. Want omdat zijn vader wordt geopereerd, wil Roderick toch eigenlijk wel bij. We gaan het even bekijken. We gaan het even zien. Dus komt hopelijk wel goed. En ik hou jullie zo zeker even daarmee op de hoogte. Ja, nou ik ben dus nu even naar Ro aan het lopen. Want ik heb dus al alles uitgezocht. Ik heb de ziekenhuis gebeld. En daar hebben ze inderdaad gezegd, er mag maar 1 op bezoek komen. Als er 1 ochtends op bezoek komt, moet diegene ook dus eigenlijk 's avonds op bezoek komen. Want anders mag het niet. Dat heb ik allemaal achter aangegaan. En dat is hier trouwens heel mooi. papiertje moet ze ook invullen, want anders komt ze het ziekenhuis niet in. Dus Roderick die wacht aan de overkant van de weg. Dus daar ga ik dus nu ook lekker naartoe. Ja. Dus hij is ook al heel lang op. Dus, maar we gaan het even bekijken. Maar nu op naar mijn schoonmoeder. We komen dus nu bij Roos en moeder al vandaan. Hoe gaat het en met je vader? Vertel het eens even. Geen nieuws eigenlijk, die ligt in het ziekenhuis. Ja. En te wachten eigenlijk. Op? Op operaties. Is leuk. Ja, nou dat is niet leuk. Dus mijn schoonvader ligt dus nu in Leiden. En mijn schoonmoeder die gaat er vanavond naartoe. Dus, maar wat ik al zei, we houden jullie sowieso op de hoogte. Ro gaat nu eventjes lekker slapen. Uurtje. Beetje liggen. En ik wil geen vliegjes happen. Dat komt ook helemaal wel goed. Dus dat is dat. Zo, toen was wat meer licht in huis. Lekker. Nou, we zijn even weg geweest. Eventjes de auto van de buurman even uitgetest. Wat is het een heerlijke wagen. Echt waar. Dus nu is het even kijken of we die zaterdag meekrijgen. Dan is het even kijken hoe en wat. Dus als het goed is, gaan we zaterdag weer even naar mama. Yes, gezellig eventjes om het weekend. Yes, dat hebben jullie wel in de gaten, denk ik. Want mama die heeft ons hier nodig bij haar PC. Dus ik ga nu even lekker Gio kijken. Ro die heeft 2 zusjes mee. Want morgen krijg ik Debbie. En dan heb ik morgen nog een oppashondje.
Bobby, die mag dus wel weer op de vlog. En die heb ik, wat ik al eerder zei, die heb ik dus vanaf een uurtje of 1:30 tot en met 4:30. Dus ja, en ik ben lekker ook nog steeds bezig met Happy Stones maken. Kijk hoe mooi dit is. Ja. Nou, is hij niet goed gelukt. Alleen dat heb ik dan niet op en op elke... Oh jawel, kijk, hier heb ik nog één. Ja, heb ik hier ook een hele leuke. Kijk. Ja, dus daar moet ik nog even achter wat opschrijven. En dan heb ik ook dat alweer een hele hoop gedaan. En dan heb ik nog heel wat andere stenen die ik nog mag maken. Ja. Dus komt helemaal goed. Ik ga nu even lekker Gio kijken. En dan zien jullie mij zo meteen nog terug. Even wat lekker makkelijks koken. Dat had ik al gemaakt. En nou ben ik even met Maggie bezig. Met die lekkere snelle macaroni. Nou, dat is lekker. Kan ik toch gewoon nog wat eten. En als ik dit op heb, dan ga ik met Lady even lekker naar het losloopppark. En dan wat snoepjes mee. Dan kan ze even lekker los. Dus even lekker gaan. Heerlijk. Dat ga ik sowieso even doen. Ik kan ze even lekker genieten. En dat lekker nog om deze tijd. Ja hoor, waarom niet? Dus ik ga lekker smullen zometeen. Ik heb nu net deze 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Deze witte heb ik allemaal net in de grondverf gedaan met gesso. En dus die ga ik morgen ook weer helemaal mooi maken. En ook aan de achterkant wit maken. Nu kan hij deze hele nacht lekker drogen. En ik ben nog even Enzo lekker aan het kijken. Jee, helemaal top. Dus het is nu alweer midden in de nacht, zoals je kan zien. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik ga dit nog even afkijken. Misschien zo lekker nog op bed. Ik weet het niet. Komt allemaal wel goed. Ja. En ik heb nog even mijn bidon met water. Ja, die ga ik eerst opdrinken. En daarna ga ik zo meteen naar bed. Ja, en wat moet jij dan? Nee. Wat moet jij? Nee. Hé. Nee, gaan we niet doen. Nee. Goed zo, nee. Ja, ik was vergeten gisteren af te sluiten, maar dan doe ik dat alsnog. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, abonneer dan even. Vergeet niet te reageren, duimpje omhoog. En gewoon het hele riedeltje. En dan zou ik je zeggen, dankjewel. En tot de volgende keer maar weer. Laters!